Ik ben Els Bosch, tabakoloog. Jongeren denken vaak dat de waterpijp een onschuldig product is, ten onrechte. Sommige jongeren denken zelfs dat er in de waterpijp geen tabak zit en dat het niet verslavend kan zijn, omdat ze een fruitsmaak kunnen hebben. En fruit is gezond. De schadelijke stoffen worden niet door het water gefilterd. Bij het roken van een waterpijp wordt de rook door een reservoir geleid. En via een lange slang opgezogen. Hierdoor moet je heel sterk inhaleren en bereikt de tabaksrook dus dieper de longen. Vandaar ook dat één uur waterpijp roken overeenkomt met ongeveer 100 sigaretten roken. Dit maakt het meer verslavend dan een gewone sigaret. Bovendien bestaat het risico dat besmettelijke ziektes worden overgedragen bij het doorgeven van het mondstuk. Mijn tip. Laat je niet verleiden door de kleurtjes, geurtjes en onschuldige praatjes. Zeg nee tegen de waterpijp.